In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je je jonge paard bitwijs kan maken. Of een paard ja, die altijd bitloos gereden is, die je over wil schakelen naar bit of iets dergelijks. Dus heb jij een paard die nog nooit met bit heeft gelopen, dan blijf zeker kijken, want ik ga je er alles over vertellen. Dag paard. We hebben de video van de Veulen ABC Jolien laatst opgenomen. Daarin hebben we laten zien hoe je je paard kan leren om zelf een bitje aan te nemen. Dus als je daar eigenlijk meer over wil weten, zou ik zeggen, kijk vooral die video, want dan krijg je alle uitleg erover. En als het dus goed is, heb je ook uiteindelijk meegereden paard dat hij gewoon makkelijk en zonder problemen zelf het bit pakt. Het is handig als je mond iets verder open doet, ja, heel goed. En je ziet dat ik dus eigenlijk niks hoef te doen, alleen maar het bit op zijn plek houden. Het grappige is dat ik van heel veel mensen merk dat ze op het moment dat ze mijn paard dus een bit op moeten doen, heel erg geneigd zijn om nog steeds dat bit omhoog te willen trekken. En dat is dus eigenlijk het voornaamste wat ik je wil meegeven als je jezelf mee aan de gang gaat. Hou dat bit dus stil op zijn plek en laat het echt het paard zelf doen. Maar voor de rest kijk dus vooral de video met Jolien, want die geeft je er alle uitleg over. En dan heb je dus het punt dat je je paard voor het eerst het bit in hebt zitten. En dan? Dan halen we eerst even die strootjes eruit. Wat we willen van zo'n paard is dat hij natuurlijk gaat reageren op dat bit. En zo'n jong paard, dan gaan we niet meteen heel hard aan dat bit trekken, want het is natuurlijk heel oncomfortabel. Dus wat doe ik? Ik ga ervoor staan en ik hou het bit eigenlijk bij de ringen even vast. En dan ga ik hem vragen, door dus een beetje druk te zetten aan deze kant, om het bit te volgen die kant op. Wat je heel mooi ziet, dat jou eigenlijk al meteen ook nageeft. Dat hij dus meteen naar beneden beweegt naar het bit toe. En dus ook weer naar deze kant. Ik zet een klein beetje druk en dan zie je hem eigenlijk al meteen meebewegen. En ook dus het echte nageven waar ik een klein beetje druk geef. Nou, Jouke die denkt nu helemaal van, oh, maar je laat iedere keer los als ik naar mijn hoofd naar beneden doe. Eigenlijk ook wel net zo makkelijk. Kom eens eventjes. Even het hoofd een klein beetje omhoog. Dus door een klein beetje druk te geven, en dat hoeft echt niet veel te zijn, leert hij dus om te gaan met die druk in zijn mond. En ja, je ziet dat Jouke nu heel snel reageert. Een jong paard reageert natuurlijk niet zo snel, want die weet nog niet wat hij ermee doen moet. Dus die zal wat langer er waarschijnlijk tegenin blijven hangen. Of met het hoofd gaan zwaaien of wat dan ook. Maak daar niet te veel suf about. Ik bedoel, het is gewoon rustig aan ermee bezig zijn. En hem stapje voor stapje proberen uit te leggen wat hij met die druk moet doen. En vooral dus de druk loslaten op het moment dat hij op de juiste manier reageert. Want dat geeft hem de informatie van, hé, dit is dus de bedoeling. Op het moment dat je paard dit een beetje begint te snappen, dat hij dus echt wel een beetje snapt van, oké, ik moet naar links kunnen. Oh, ik moet stil kunnen staan, dan mag je ook wel even leren op bit. Eventueel een stapje terug uit. Ik kan naar rechts toe. Ik kan naar beneden toe. Als je dat allemaal hebt, en je ziet, het gaat heel simpel, hè, dan kan je zeggen van, oké, ik ga eens vanuit deze positie aan de gang. En Jouke denkt, ik ga nu weer hooi eten, want ik heb wel honger. En hier wil ik dus graag een zweepje erbij. Kijk, assistenten, dankjewel. Want als ik er dus zo naast ga staan, is het eigenlijk net alsof ik erop zit, alleen dan net niet helemaal. En op deze manier kan ik het paard dus alvast bitwijs gaan maken. Nou ja, en dit is natuurlijk een paard die al lang bitwijs is, dus dat gaat super simpel worden. Ik ga hem even omdraaien, hij staat nu met zijn neus natuurlijk richting de hooibak. Dan gaan we even veranderen. Stap. Kom maar. Ik kan natuurlijk een paard niet draaien wat niet in beweging is, want als hij stilstaat, dan kan hij niet zomaar draaien. Dus ik beweeg hem eerst en daarna ga ik hem verplaatsen. Oké, nou, je ziet al, dit paard kan dit natuurlijk gewoon. Het eerste wat we dus eigenlijk willen van zo'n paard is natuurlijk beweging. Want als we geen beweging hebben, kunnen we ook niet sturen, kunnen we ook niet remmen. En beweging komt natuurlijk vanuit achter. Als je erop zou zitten, zou je benen kunnen geven. Dat kan niet. Nou, als het goed is, heb je je paard natuurlijk al gelongeerd en dergelijke. Dus wat gaan we doen? We gaan die zweep daarvoor gebruiken. Die zweep gaat hem vertellen, ik wil graag dat je loopt. En dat kunnen we dus doen door hem met de zweep zachtjes tussen zijn billen te tikken. We gaan hem natuurlijk geen pijn doen, dus ik ga niet hard slaan. Ik raak hem gewoon zachtjes aan, want een jong paard snapt vaak helemaal niet wat hier de bedoeling van is. Die vindt het gek om, terwijl jij hier loopt, aan te lopen. Want normaal loop je natuurlijk voor hem, nu sta je ineens naast hem. Dus dat is heel raar om vanuit deze positie toch te moeten doen wat jij vraagt. Dus je hebt de teugels erbij, je hebt een jong paard, dus realiseer je dat. Ja, pak er eventueel nog een halster met een touwtje bij, dat je die er ook bij hebt. Dat mocht hij heel stom doen, dat je hem vast kan houden eraan. Maar als het goed is, heb je paard net al uitgelegd hoe het bit werkt. En snapt hij dat al een klein beetje. Werk bij voorkeur in een niet al te grote ruimte. Dus een paddock, een longeercirkel. Eventueel kan je dit ook best doen op een, als je een wat breder gangpad hebt.
Dus wel breed genoeg dat je ook ruimte... Maar soms heb je van die schuren waar de stallen staan, waar je best wel wat ruimte hebt. Nou, daar kan je dit ook best prima doen. Dus hoe groter de ruimte, hoe sneller het paard ook ervoor kan kiezen om te zeggen, ik ga eens even een potje rennen. Terwijl als het kleiner is, je dat minder snel gebeurt. En ja, afhankelijk van je paard en van je voorbereiding, maar de meeste paarden, als ze eenmaal snappen dat dit dus betekent lopen, en je doet dat niet te hard, maar je houdt het heel klein, dan gaat het uiteindelijk echt wel heel prima. En je kan er natuurlijk altijd je stem bij gaan gebruiken. Als het goed is, heb je dat bij longeren ook al gedaan, dus dat kent hij dan ook. Je kan zeggen, stap, kom maar. Kijk, en dan zie je eigenlijk dat ik dus bijna niks met mijn zweep hoef te doen en dat hij al gaat stappen. En dan gaan we dus gewoon eens kijken wat er gebeurt als je de teugel deze kant op haalt. Kijk, natuurlijk is dit niet hoe je uiteindelijk wil gaan sturen, want je wil helemaal niet sturen op alleen maar één teugel. Je wil je buitenteugel erbij, je wil met je binnenbeen naar je buitenhand toe. Even de andere kant op jou. Maar om je paard te leren begrijpen wat je met dat bit wil, is het wel handig om nu eventjes gewoon echt met het jonge paard te zeggen van, goh, ik stuur je even deze kant op. Tjoep, 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 tjoep. Kom maar. En ik stuur je vervolgens even deze kant op. Dus dat is even echt heel basic je paard uitleggen. Wat bedoel ik nou eigenlijk? En natuurlijk je hand sluiten. Ho. Waar je hem leert om weer stil te gaan staan. En dan zal je in het begin misschien even wat langer de druk erop moeten houden. Maar wat dus belangrijk is, juist ook bij een jong paard, is op het moment dat hij dan ook stilstaat, laat die teugels dan ook los. Gooi die druk er vanaf. Want die druk in zijn mond is nieuw. En het doet geen pijn, daar ben ik van overtuigd. Maar het is ook niet prettig. Ik bedoel, dat is gewoon heel eerlijk. Het is niet prettig. Vraag je maar zelf af als je een potlood in je mond hebt. Iemand hangt er een paar touwtjes aan en die gaat er een beetje lopen trekken. Is niet fijn. Helemaal niet als je nog niet weet hoe je kan voorkomen dat eraan getrokken wordt. En dat is dus heel belangrijk. Ben eerlijk naar je paard en geef dus duidelijk de beloning. En kijk, Jouke die kent het natuurlijk al lang, dus ik hoef hem nou niet meer te zeggen, oh, ben je een knap paard! Dat zou hetzelfde zijn als dat iemand mij net zo enthousiast zou bejegenen als ik mijn veters had gestrikt. Want het kent hij al lang. Maar een jong paard, daar sta ik natuurlijk wel echt dat op het moment dat hij stil gaat staan, dat ik zeg, oh, ben ik knap, goed gedaan, braaf paard. En eventueel nog een koekje erin. Om te zorgen dat hij het leuk gaat blijven vinden en dat hij gaat begrijpen, wat wil ik nou eigenlijk? Want we hebben vaak een beetje het idee dat paarden het allemaal heus wel al kunnen of al snappen. Maar heel veel paarden kunnen en snappen het niet. Die hebben geen flauw idee wat ze ermee aan moeten. Vervolgens gaan wij er alleen maar meer druk op leggen, want hij moet het doen. En dan heb je natuurlijk stress, paniek en dan wordt het niet leuker van. En dan zegt zo'n paard de volgende keer als hij jou ziet, toedeledokie, want ik vond het helemaal niet lollig. En terecht. Eigenlijk is dit dus het voornaamste bij het bit wijs maken. Dat je er gewoon dus langs staat, mee kan sturen, remmen, naar voren toe. En het dus van voren af het bit laten afkouwen. En dus leren uitleggen op deze manier. Stukje naar links. Nee, je hoeft niet die er ook nog bij. Stukje naar rechts. En vooral dus met een klein beetje druk op het bit, dat hij zakt. En je ziet dat hij heel mooi zakt. En als je dat hebt geleerd aan je paard, dan kan je van daaruit, als je dat soepel en makkelijk doet, dan kan je verder met je bit. En dus naar het dubbele longe toe, naar het lange teugelen toe, nog meer werk aan de hand natuurlijk, maar dit is dus de basis. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video vond. Mocht je hier nog vragen over hebben, dan stel ze vooral hieronder in de reacties. Dan kijk ik altijd of ik ze kan beantwoorden voor je. En als je het een leuke video vond, vergeet niet te doen, duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken. Zeker niet vergeten om te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Mag ik het nou weer hebben? Dankjewel. En dan kusje erop. Hé, knappert.